Nee. Nee, ik zeg eerlijk, ik heb ook niks met dure wijken of zo, man. Nee. Nee, man. Gewoon lekker ja, man. Hier in de buurt. Stel dat ik klaar ben met mijn voetbalcarrière, ja? Dan kom ik terug in Granada. Ja? Ja, dat is wel... Tuurlijk, hoe ik ben opgegroeid, wil ik ook... Is dat Kanalen Eiland? Wat is dat? Kanalen Eiland, hè? Ja. En ga je daar terug dan? Ja. Ik hou van Granada, man. Ja? Ja, man. Maar dan moet je wel je geld ergens anders neerleggen. Ja, Rolex en dit, dat ben je alles kwijt, vriend. Alles weg. Ja. Die Jena's? Nee. Nee, maar... Nee, dat is leuk, man. Ik vind Utrecht top, man. Utrecht. Ja, maar je komt uit Houten eigenlijk, toch? Nee, Kanaan. Oh ja, wat raar, ik hoorde Houten. Nee, ik speelde bij SV Houten. Oh ja, dat was het. Je speelde bij FC Houten, ja. En toen ben je naar de jeugd gegaan, toch? Toen ben ik naar de jeugd gegaan. Maar hoe ging dat dan? Want jij ging... Ja, dat is best wel een eindje Utrecht-Eindhoven, toch? Klopt. Dus hoe werd je opgehaald of je nee, bent ik reed eerst met je ja, broer. Ik werd opgehaald. Ja? Toen daarna zo'n busje. Ja, zo'n ja. Man. Ja, ik ook. Dus we altijd bij de carpool verzamelen. Ja. Ja, man, en toen ben ik met mijn broer mee gereden en toen even huis, want ik ging een team overslaan. Oh, je ging van C en B in of zo? Nee, ik ging juist zoiets. Ik ging van de D3 naar de D1. Oké. Okay. En toen zei ze van ja, je moet de trein gaan pakken. Toen zei mijn moeder, dan stopt hij met voetbal. Mijn kind gaat geen trein, hij is 11. Hij gaat stoppen. Of hij gaat in Amsterdam voetballen. Snap je? Ja. Toen zei ze van, zag je dat mijn moeder niet serieus? Ja, toen zeiden ze van, is goed, heb ik huis gekregen. Oh. Mijn moeder heeft het wel echt naar de zin daar. Ja. Mijn moeder vindt Eindhoven. Super. Ik wat minder, maar mijn moeder wel, man. Jij vindt iets minder, ja? Ik heb daar niemand. Nee. Ik heb hier iedereen. Ja, precies. Overal waar ik loop. Of ze kennen mij of mijn broer. Boe, die heeft geen onderbroek aan. Nee, maar daar... Hey, maar, ja, ogen bij, joh. Ja, nee, dat is moeilijk. Maar Eindhoven... Ja, ik heb daar ook een keer... toen ik daar... Ik stond onder contract, maar ik heb nooit de wedstrijd gespeeld bij PSV. Nee. Maar... Ibi is jouw grote vriend, toch? Ja, man, Ibi is topper, man. Hij is goed, hè? Hij is een goede voetballer, was het, toch? Ja. Oh, hij was echt goed. Hij is die assist tegen... Hoe oud is hij nu? 33. Ja, 33. Oh. Die assist tegen Real. Was dat in die, aan de achterkant, aan de zijkant, aan de linkerkant? Aan de nee, rechts. Eigenlijk buitenom bij Marcelo, eigenlijk die voorzet missen. Oh, ja. En was dat voor? Was dat ze wonnen toen toch, wat? Ja. Ik weet niet wat het was, man. Ik weet het ook niet. Halve finale Champions League, hoor. Halve finale Champions League? Ja, volgens mij wel, ja. Het was wel een belangrijke wedstrijd in ieder geval. Ja, man. Niet, toen was hij echt beroemd hier. Ja. Iedereen ging hem aan het doen, hè? Ja? Ja. Hij kan goed voetballen. Hij is wel een goede gast. Ja, liefje jongen. Ja, dood lachen. Hij is wel eens bij mij thuis geweest ook, hoor. Ja, Ibi? Ja. Vroeger toen ik thuis was, dat alweer in 2010 of zo. Toen speelde hij nog bij PSV, ik ook. En met Noorden Amrabat speelde daar ook nog. Was een leuke tijd ook, zie je het. Lieve mensen ook bij PSV. Ja man, dat is een warme club, man. Ja. Zeg je, ja. Echt, top. Echt een warme club, echt mooi. Speel al sinds de F'jes daar, man. Ja. Echt iedereen, ja, hè? Ja man. Shitje mune. Had je nooit een keer dat je dacht van nou, ik ga een keer naar een andere... Jawel man. Ja? Ja man. De BE. Wou je toen weg? Ja, toen wou ik weg. Wat dan? Toen had ik nog niet mijn eerste contract getekend, dus... Ik kon weg. Ja? Ik kon weg naar Engeland. Oh ja, dat was het. Manchester City, ja. Chelsea. Ja, Leipzig. Leipzig. En Rot-Weiss Essen. Rot-Weiss Essen? RB Leipzig toch? Ja, RB Leipzig. Rot-Weiss, een andere club. Ja, een andere club. Zeker een laag vliegen. Ja, heel laag vliegen, ja. De vierde divisie of zo, geloof ik. Dat weet ik niet zeker, maar dan moet ik even goed kijken, want dan gaan ze weer zeiken in de comments. Rot-Weiss Essen speelt tweede klas club, verdomme, joh, klootzakken. Oké, sorry. Hoe kun je daarover hebben? Ja, ik zat in een clinch met een trainer, Christophe Albrecht. Fortuna Sittard? Ja, niet in een clean, snap je? Hij heeft me echt enorm geholpen daarna. Ja. Ik was gewoon te zwaar, man. Te zwaar? Ja, ik was dik, man. Echt? Ja, man. Dit is anders, hoe je me nu ziet. Is... Nee, dus je hebt bij aanleg om dik te worden. Tering, hé. Ja, dus, man. Ja, maar dat kan. Als ik een weekje stop, is het klaar. Ja? Dat is, ja, dan weet ik van mezelf. Moet je zoveel couscous vreten? Nee, man. Tajine, hè? Tajine. Ja, lekker. Oh, mijn zus maakt dat wel. Mijn zus is lekker, met een Marokkaanse man getrouwd. Oh, oké. Okay. En ja, dan maken ze zo'n schaal, jongen, in de oven. Oh, lekker, jongen. Met dat is echt lekker. Ja, is echt super lekker. Heerlijk. Ja, dat mijn vrouw of mijn zus kan wel Marokkaans koken, hoor. Goed.
Ik vind het lekker om Marokkaans te eten, maar ja. Wanneer is de volgende interland? Denk je dat je daar ook bij zit? Ja, het ligt aan mezelf, snap je? Ja. Maar ik denk het wel. Ja, is toch goed, tuurlijk. Ik hoop het, man. Ja, man. Lekker. Ik wil spelen, man. Mooi toch. En tegen wie is dat ook weer? Spanje, toch? Hoeveel interland? Ja? Ja. In de arena? Ja. Dan ga ik kijken. Ga ik ook daarheen. Ja, ik dacht het wel. Jawel, in Nederland ook. Oké. Ja, maar ik heb wel zin, man. Interlands weer. Ja, hè? Ja, man. Mooi toch? Ja, man. Het eerst met die jongens allemaal, die grote voetballers. Ja, toen ik ze zag spelen. Tegen wie kijk je op? Gewoon wie ik echt gewoon een goede voetballer vind. Ja, bij Nederland. Frenkie, hè? Ja, man. Frenkie is een goede gozer. Frenkie is echt een goede voetballer. Een lieve jongen ook. Ja? Ja, heel lief. Nee, maar ze komt ook over, man. Ja, ja, gewoon relax, relax. Maar dat siert die man. Ja. Utrecht is wel leuk, man. Utrecht moeilijk uit voetballen. Ja. Dat was mooi, hè, toen met... ja, man. Toen jij daar moest voetballen. Toen sport de hele auto onder. Maar tegen Utrecht. Ja, man. Voor mij was echt een mooi moment. Maar toen, na die 24e minuut, ik voelde mezelf niet meer, man. Nee? Nee. Dus heel die wedstrijd had je gewoon... Klaar, ik speelde gewoon, mijn benen waren leeg, man. Ja, ja, ja. Ja. Alles zakte. Door die emotie en zo. Ja, man. Ik moest ook huilen, maar... Ja, ik zag het. Ik hield me echt in, snap je? Ja. Maar ik keek gelijk naar de tribune. Ja. En naar mijn zus en zo. Ah. Toen ik dat zag, toen, snap je, toen besefte je, man. Jezus, ja. Wat een mooi gebaar van Utrecht. Man. Ja, man, was echt respect, man. Ja. En blijf je dit nummer altijd houden nu? 24? Ja. Dat wil ik wel houden. Ja. Mijn vader, hij wilde altijd, hij vond 52 ook heel mooi. Ja? Ik belde hem op, ik zei van ja, ik kan nu nummer veranderen, snap je? Van 52 of 24. Hij wilde het liefst 52 houden. Oh. Ja, maar uiteindelijk ja, een beetje... Dus het was ook een promotie voor mezelf, snap je? Ja. Naar 24 gaan. Maar ik wil wel volgend jaar zeg maar, misschien wel weer terug naar 52. Ja, zou wel mooi man. Altijd op 52 spelen. Ja, dus, want apart nummer, niemand heeft 52. Die, en dan ga je die pakken, dan weet iedereen dat... ja. Snap je? Dat ja, mooi gebaar, man. Mooi gebaar, ja. Oh. Ja. Ja, jongen. Ja, man. Maar uiteindelijk, alles snap je, is geschreven. Mm. Vader heeft ook een mooie dood gehad, snap je? Ik bedoel, hij is echt goed weggaan, snap je? Geliefd. Ja, ja. Dat vind ik echt belangrijk, geliefd zijn. Maar je vader was ziek toch? Hij was toch al lang ziek, of niet? Ja, hij was al langer ziek, ja, man. Hij was lang ziek. Had hij die klote ziekte of zo? Ja, had dat. Ja, man. Als je dat hebt. Nu ook. Toen krijg je meldingen dat mensen doodgaan. Ja. Alsof het niks is. Ja, ja. Ja, jongen. Het is echt, je moet genieten. Daarom geniet ik altijd, ja, elke dag weer. Ik ook, jongen. Mensen zeggen altijd tegen mij, waarom ben je zo positief en dit en dat. Je moet gewoon genieten, man. Ja, man. En gewoon lachen en voordat je het weet is het over, hè. Jongen, jongen. Als ik bijvoorbeeld in de jeugd weggestuurd werd van training. Mijn vader zag het eigenlijk helemaal stuk. Ja? Hij lachen. Ja, ja. Hij niet maar lachen met weet je wel eens weggestuurd, ja? Ja, man. Ja, ik ook. Wat deed je nou? Wat deed je? Ik moest... Welke trainer was dat? Had je grote mond of zo? Ik had een grote mond, ja. En ik mocht na de training geen vrije trappen nemen. Ja? Toen zei hij van, ballen pakken, weg. Nee, het was tegen materiaal, man. Oh. Ja, man. Het was tegen materiaal, man. Hij zei van, de lichten gaan uit. Dus wat doet die man? Hij loopt naar binnen, hij doet alle lichten uit. Ja. In het donker gewoon. Ja. Ik moet die ballenzak dus weer meenemen naar binnen. Dus wat deed ik? Ik had bij één ballenzak zat 10 ballen. Ik schoot ze allemaal weg. Ik schoot ze allemaal de bos in. Ja, ja? Ja, man. Ik schoot ze allemaal de bos in. Liep ik naar binnen, zei hij, waar is die ballenzak? Ik zei, ergens daar in de bos. Snap je? Ja, ik ben helemaal gek, hij zoeken. Uiteindelijk had ze niet alle 10 terug, snap je? Toen volgende dag kwam ik op club. Ze van, mooi, je blijft vandaag binnen. Tot je alle ballen terughaalt. En dan gaan we nog kijken. Ja. Snap je? Ja. Zo was ik, zeg maar. Ja, ja. Hey, hoe was het moment dan de eerste keer dat jij, zeg maar, dat bekend werd dat je bij de selectie zat? Toen was je 16 jaar, hè? Ja, man. Jeetje, dus ik was op trainingskamp gegaan. Ja, in Qatar, vorig jaar, winter. En toen terugkomen en dan krijg je te horen of je terug moet naar A1 of je blijft met de selectie, zeg maar. Ja. Dus ik zei van, ja. Dus ik dacht van, ik moet weer terug, snap je? Als een jongen zou jong terug moeten, dan moet ik ook terug. Ja. Opeens, hij zei, al die andere jongens terug. Ja. Ik kreeg niks horen, ja, morgen trainen. Dus een aanloop naar de eerste wedstrijd, Eredivisie, snap je? Ja. En mijn uit was het. Ja. Toen kreeg ik te horen dat ik bij de wedstrijdselectie zat.
had voor iedereen kaarten geregeld. Hè? Ja, ja, ja. Ja, mijn familie, iedereen, mijn vrienden. Dat is mooi, ja. Iedereen. Die eerste keer. Die jongens hielpen me nog met kaarten. Steven en zo, ze gaven me extra kaarten. Ja, ja, ja. Ja, man. Dus daar ging ik nog heel erg goed. En toen zou ik mijn debuut maken, 87ste minuut. Ja. En toen had ik mijn t-shirt aan en maak het twee, wat was het? En maak ik gelijk. Toen was ik klaar. Ja? En, toen was ik er niet in gekomen. Toen de week daarop ben ik weer mee trainen in Groningen thuis debuut. Ja. Ja, man. Zet, hè? Thuis debuut vond ik wel mooier. Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Ja, dan heb je echt wel veel spanning en zo, hè? Je denkt, jeetje man, nou moet ik zo echt een groot vol stadion en nee, nu wordt het echt. Ja, klopt. Oh. Maar ik had, waar, laat Sporting uit. Vond ik wel een mooi stadion, man. Ja, mooi, hè? Hey, ja, ja, man, een mooi stadion, man. Gekke landen hier. Wow, Portugal. Gekke voetballers, hè? Technisch. Hans en hard, hè? Ja, man, ze gaan snel, hè? Maak geen grappen, hoor, die gasten. Echt niet. Ja, man. Maak echt geen grappen. Het gaat echt snel, ja, man. Ja, ze gaan alleen maar door, jongen. Wacht even. Oh god, ik ben echt lelijk, hè. Wat zo. Knap, knap. Ik ben lekker, hè? Ja, ja, knappe gozer. Oh, ik ben echt lelijk. Ik ben wit ook, man. Kijk, jij ziet er echt goed uit. Altijd dan, man. Dankjewel. Altijd? Heb je geen vrouw? Nee. Vriendin bedoel ik? Nee, nee. Nee, gewoon vrijgezel? Ja, man. Oh. Kijk, nee, man. Ik vriendin. Ben je maagd nog? Ja, man. Toen je 7 was, ja. Mijn broers kijken mee, hè. Ja, dat maakt niet uit, joh. Nee, grapje. Nee, man. Nee. Ik ben eerlijk. Zo, geen vriendin. Nee, wat doe je dan de hele dag, hè? De hele dag een beetje ouwe hoeren, lekker met je vrienden. Een beetje lekker, strekken, lekker, lekker trainen met een kleine granaaltje. Hey, jongen, jongen. Ja, man, ik ben echt rustig, man. Ja, hè? Ik hou van chillen gewoon. Ja, van mijn broers. Ja. Ik chill vaak met Pablo Rosario. Oh, jij chill met hem? Ja, een topgozer, man. Ja? Hij woont ook in Amsterdam. Gisteren was ik ook weer met hem, we waren vrij. Oké. Chill echt vaak, man. Lieve jongen. Welke speler zou jij bij PSV willen hebben? Als je mocht kiezen. Wie zou je dan naar PSV halen? Ook van echt van die toppers. Huh? Ook van topper, zeg maar. Of gewoon, ja, het moet wel logisch klinken. In Nederlands komt iets. Van Nederlands komt iets. Zo. Hakim? Ja, maar goede voetballer, man. Hakim, hè? Hakim is een goede voetballer. Ik denk, wie ik zou halen? Ja. Maher. Ja? Ja. Haat hem terug? Ja, ik vind het goed, man. Hij is een goede speler, hè? Simpel, maar... Ja, maar PSV... Dat zijn de moeilijkste dingen, snap je? Ja. Ik voetbal zelf ook, dus ik weet wat hij doet. Ja. Zomaar hoe hij het ook doet, die lichaam weet dat. Ja, 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 ja. Dus is rustig. Met hem zou ik echt... Bart is ook een goede voetballer. Wie? Ramselaar. Bartje, ja. Bart is een goede voetballer. Ja. Bart kan echt voetballen. Ja. Hij krijgt alleen geen kans bij PSV. Ja, kreeg, ja, jammer. Ik kreeg een schop, jongen, over die 4 geven. Laat. Oh ja, oh. Toen rood. Ja, klopt. Kreeg hij rood? Ja. Ja, ik kreeg rood toen. Bart. Ik had Bart vorige week, nou, al 2 weken geleden of zo. Ja, ik had hem gezien. Ja? Die mensen lachen. Hij is leuk, man, echt. Hij liet me een auto zien, hè. Ik kreeg een auto van de club. Ja. Godsamme, dat is niet normaal. Leek wel een tractor. Zo'n dikke banden eronder, gek. Zo dik. En dan zo'n klein velgje. Ik zeg, wat is dat, tractor? Wat Opel. Ja. Opel station. Kreeg hij maar eventjes voor, omdat hij moest verhuizen. Zei, die heb ik een station nodig. Maar, gek, ik kon 1 tas van de Albert Heijn kon erin. Maar dit wel vaker gekke dingen. Ja, hè? Liefje, oh, hey, maar die man, echt, was altijd echt lachen. Want toen hij al binnenkwam op de club, moest ik al gewoon lachen, man. Ja, hij kan dansen, Bart. Echt? Ja, hij kan dansen. Geloof ik niet. Echt, ja, waar? Ja, Bart kan dansen. Maar wij moeten ook nog een ding hebben, hè? Fucking Tenelwies. Moet ook stift. Heb je niet? Ik heb geen stift. Kunnen we halen ergens? Ja, even bij de winkel. Hier zo, denk zo. Denk je? Ja, tuurlijk. Ga hier af dan. Ga hier af. Even gaan staan, happy. Hier naar links, zie je toch? Grote auto. Hier naar links? Ja. En waar ga je erop dan? Daar. Dan ga je zo erop? Ja, oh ja, tuurlijk ja. Kanaal aan het kijken uit mijn hoofd. Ja, hè? Ja, man. Ja, echt, man. Zeg. En waar ligt nou het meeste geld? Welk huis? Trimala. Trimala.
manier. Ik ging kijken voor je thuis, maar ik ben lang niet naar school geweest. Ik kom eraan, ja? Yes. Niks hebben? Nee, man. Thanks. Blijf zitten. Ja? Ik heb kleine stift. Dunne. Maar maakt niet uit, hè? Zeker Marokkaan die daar werkt, hè? Hè? Is een Marokkaan die daar werkt. Ja, ja. Aardig gewoon zijn. Dus, ja. De eentje vertekenen. Wat? Doe maar gewoon bier. Lekker, man. Goeie, hè? En dan deze ook nog, hè? Wat? Doe maar gewoon hier, maar waar jij wilt. Geinig. Zij die wet? Hè? Huh? Zij die wet? Hij zegt, pas op dat je hier de auto niet wordt uitgetrokken. Ik zeg, duw de deur op slot. Voor het donker ben ik weg hier, in Utrecht. Oh, leuk gozer. Nou, hij wou een pikaatje. Ik zei, hij wou ook een pik, hij wou geen pika van jou. Nee. Helemaal. Ik zeg, maar hij zit. Dat snap ik. Hij zit hier. Maar aan school heb je nooit gedaan? Jawel, maar. Leerplicht kijk mee. Maar je moest toen kiezen. Je bent niet leerplichtig, nee, hè? Jawel. Oké. Tot 18, man. Ja, je bent bijna 18, toch? Ja. Over een paar dagen. Dus... Nee. Maand. Nog een maand ben je 18? Nee, een paar maanden, man. Ja, hè? 3 maanden. Dus dan mag jij. Dus hoe zit dat dan? Jij mag dan nog niet geen geld verdienen, toch? Of wel? Jawel. Oh, ja, met 16. Ja, met 16 mag je al geld verdienen. Ja, klopt, ja. Doekoe. Ja, dan mag je werken, ja. Dus in Nederland. Ja, man. Ja. Maar hoe lang heb je contract dan nu? Nog? 2024? 22. Ja, man. Waar woon je? Apeldoorn, toch? Ja. Ik heb net boerderij gekocht, echt groot. Boah, mooi. Net nog? Ja, gefeliciteerd, man. Ja, dank je. Een week geleden. Echt mooi. Echt helemaal vrij, hè? Met zo'n vrij poort. Boerderij, waarom? Poort waar open gaat. Gewoon helemaal vrij, op geen buren, niks. Hoe een klein huis bouwen. Hè? Huh? Een huis bouwen. Nee, staat al een huis op. Maar er staan ook paardenstallen en zo. Nee. Een paar zinas. Azina, waarom is je naam Taboona? Taboona, Taboona. Taboe. Och man. Wonen hier ook Nederlanders? Klootzak. Ik vind het zo mooi om te ahoeren. Wil je echt veel Marokkanen zien hier rechts, man, deze straat? Ja? Een Marokkaan, je ziet het. Oh ja, zee! Godverdomme! Ja, het is het kanaal aan de zuid. Ja. Niet normaal, hé. Zit er ook geen Albert Heijn, zit er gewoon. Hoe heet dat? Die winkels, Marokkaanse winkels. Allemaal slagers. Allemaal slagers? Slagers. Slagers, ja. Slagers. Ja. Hier staan ze weer, die jongens. Hier, gewoon midden op de weg, geen grap. Ja, gewoon de knip liggen, ja. Le best, alhamdulillah. Oh joh, mooi toch? Ja, man. Waar woon je dan hier? Hier, man. Ik wil in Utrecht blijven wonen. Ja, tuurlijk. Hier ben je geboren en getogen. Getogen, man. Je kent iedereen. Iedereen. Vier, Kruif. Iedereen is daar. Zonnepit aan het eten. Hier was die opnames van Phoenix toen? Ja, daar, ja, hier links. Zeg maar. Oh ja, ja. Dan ging je hier altijd voetballen ook? Vroeger, of niet? Hier niet. Hier heb je, niet op deze Kruif, maar je hebt zo'n straat daar, Adenauerlaan, en daar voetbalde ik altijd, man. Oké. En daar heb je altijd de hele dag voetbal? Hier voetbal ik nu nog wel af en toe, met Ramadan vooral. Ja? Komen we even van 7 tot half 10 zo, tot 9, voetballen. Ja? Ja, man. Leuk. Om de tijd te killen ook, zeg maar. Ja, man. Ja, toch? Ja, man. Want dan denk je niet aan eten. Stiekem water drinken. Nee, man. Lekker, man. Ja, man. Toppo. Thanks, man. Dat is gezellig. Dat is gezellig, vriend. Echt gezellig, man. Thanks, man. Dank je wel. Doe je ding? Zeker, komt goed. En oh ja, die ding moet je even meenemen. Oh ja. En je jas? Moet je pakken? Ja. Dan pak zomaar. Ja, dat was gezellig, man. Ja, man. Ja, dat is echt mooi, man. Yes, jongens, was Mootje. Topgozer. En fantastische voetballer. Goed persoon, goed hart. En
Gewoon lekker zichzelf, heerlijk. Hou ik van, hè? Dat weet jullie. Dat zeg ik altijd, maar dat is echt zo. Ik hou gewoon van mensen die gewoon lekker zichzelf zijn. En het is een fantastisch voetballer. Gaan we nog heel veel plezier aan beleven aan die jongen. En ik ben blij dat hij voor Nederland heeft gekozen. Wil je nou een kans maken op zijn shirt? Even abonneren. Laat even een comment achter en volg me op Instagram. Eén van de beide zeven. En dan komt het helemaal goed. Jongens, bedankt voor het kijken. En we gaan weer door naar de volgende. Yes, later.